dagen. Het is vandaag maandag. Ik heb vorige week niet echt gevlogd, dus ik ben er weer. Het is vandaag een saaie dag eigenlijk, vind ik. Het sneeuwt en ik moest eigenlijk naar de dierenarts voor Nala. Maar het staat gewoon helemaal vol bij ons. Of het staat. Het is gewoon helemaal vol met sneeuw. En er was gisteren een dikke Volkswagen, die ik echt super mooi vind. Die gewoon vierwielaandrijving heeft en die stond zelfs vast. Dus, en ik ben al niet zo heel erg een held met rijden. Iemand vroeg laatst waarom ik autorijangst had. Maar dat is niet per se doordat ik een ongeluk heb gehad of zo. Het is gewoon, ik vind het gewoon best wel eng om te rijden. Dus al helemaal met sneeuw. En iemand die stond dus vast en wij hebben een Peugeot 206. Het is niet de allernieuwste auto, dus ik dacht, nou, wij gaan sowieso vaststaan. Dus ik had de dierenarts even gebeld en ik moet ze foto's sturen. Dus ik heb foto's en filmpjes gestuurd van een wondje. Want, dit had ik dus nog niet verteld. Ze was een beetje depressief. En dat was niet, het is geen grap. We hadden de dierenarts gebeld, want ze was super lui. En het enige wat ze doet is een beetje liggen. En toen zei de dierenarts dus dat dat een soort romperdepressie kan zijn. Want ze heeft nog steeds een rompertje. Omdat het voor hun voelt alsof ze in een soort dwangbuis zitten. Dus we deden dat rompertje even af om te checken of het echt wel goed met haar ging. Nou, gelijk spelen en salto's maken. De meid was helemaal blij. Dus nu deden we soms even het rompertje af, want ze mag niet likken aan haar wond. Dus dan hielden we er in de gaten. Totdat ik het gisteren totaal niet door had. Ze zat gewoon op mijn schoot en ik dacht dat ze er niet bij kon. Maar ze likte het hele wond af. En toen ging het dus bloeden. Terwijl, het is wel, ze heeft het wondrompertje al wel 10 dagen omgehad. Dus dat is even iets om in de gaten te houden. Wat ik verder vandaag moet doen is eventjes natuurlijk aan mijn stage. Want ik loop stage gewoon thuis. Dus ik ben nog niet begonnen. Het is niet van 9 tot 5 per se. Ik ga vanavond ook nog aan mijn stage. Ik moet de laatste paar dingetjes een beetje doen voor hoofdstuk 1. En dan ga ik ook een onderzoeksopzet maken. De batterij is weer bijna leeg. Hoe krijg ik nou weer voor elkaar? In ieder geval moet ik nog even ontbijten. Dus ik ga even mijn eigen granola eten. En dan zie ik jullie zo. Zo, intussen heb ik ontbeten en me een beetje klaargemaakt voor de dag. Ik heb gewoon een chill outfit aan. Een trui van Stef. En ik heb een foto alvast gemaakt van een samenwerking met Air Up. Dat is die waterfles die ik nu heel veel drink. Ik ga nu even deze opruimen. Hoezo zegt hij nou nog steeds dat mijn batterij bijna leeg is? Ik had hem net gewoon aan een lader. Wat een... Oh, misschien is mijn SD-kaart bijna vol. Ik heb hem gewoon voor Jan Lul aan de lader gelegd. Nou, dan ga ik zo meteen ook nog mijn SD-kaart leeghalen. Nou. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik heb vandaag zometeen al een meeting voor stage. Dat is dan met een paar klasgenoten van mij. En mijn stagebegeleider vanuit school. En daarna ga ik even mijn haar wassen, want het moet eigenlijk gewassen worden. Maar ik wil het niet nu wassen en dan met nat haar bij die meeting zitten. Dus ik heb me gewoon een beetje... Hoe zeg je dat? Opgetost. Ja, gewoon een beetje. En ondertussen was het lekker het huis nieuws aan het kijken. Vind ik echt zo leuk om te kijken. Ik weet niet. Het is gewoon lekker makkelijk weg te kijken. En ja, ik vind het ook gewoon super spannend. Grapje. Nala was gisteren nog naar de dierenarts geweest 's avonds, want... Ik had een foto laten zien van hoe haar wond eruit zag. En toen zeiden ze toch, nou, we willen toch dat ze langskomt. En ik weet niet of ik het gisteren had verteld, maar ik kon in verband met de sneeuw kon ik hier niet wegkomen. En ik durfde het ook niet. Dus toen ben ik er dadelijk met Stefan gegaan en dat ging echt net goed. We konden niet zo heel goed inparkeren. Nou, ik ga echt niet met dit weer zelf rijden hoor. Ik vind het echt niet chill. Best wel eng ook. Maar ja, dat is, gaat nu goed. Ze heeft even wat korstjes ook weggehaald, want ze had best wel veel korstjes. En als het goed is, mag morgen voelt het rompetje echt helemaal af. Ik heb het idee dat vandaag ook al wel mag. Dat het er gewoon helemaal goed uitziet. Het is het huis aan Oeris, kom maar hier, ik wijs de weg. Het huis aan Oeris. Het huis aan Oeris. Ja, nou, mijn eerste deelvraag is, hoe ziet de huidige interne situatie eruit? Ik heb er nog wel wat subdeelvragen bij, maar die heb ik er nu even niet bij gezet. Dit wil ik gaan onderzoeken met desk research en interview. En dan had ik dus ook verantwoording al bijgezet. Om deze deelvraag te beantwoorden is zowel desk research als een interview met mijn opdrachtgever nodig. Desk research om via de website meer te weten te komen over het bedrijf. En een interview om de interne situatie en bijvoorbeeld marketingactiviteiten te achterhalen. En dat is eigenlijk al een soort van gelukt, dat is al gedaan. Dat was het eventjes. Ja.
Ik heb mijn meeting voor school gehad. En wat ik nu eigenlijk eventjes ga doen, is mijn haar wat nat maken. Dan doe ik er een soort masker in. Olaplex heet dat. En dan ga ik even de was doen en allemaal zulke dingetjes. En dan ga ik daarna pas zeg maar echt wassen en douchen. Want ik vergeet dat dus heel vaak. En ik moet echt lang intrekken. Dus 5 minuten onder de douche bijvoorbeeld, dat is niet handig. En vet lang douchen vind ik altijd super zonde van de tijd. Dus ik dacht, what a good idea. En hier hangen alle... Jezus. Hier hangen alle dekbedden en zo. Dus die ga ik ook op het bed weer doen. Als het allemaal droog is, waarschijnlijk wel. Ja, dat ga ik even doen dus. Hallo, ik heb net mijn camera laten vallen. En toen viel dit eraf, dat is voor het geluid. En dat is nu gebroken. Ik heb in ieder geval gedoucht. Want ik had Olaplex, dat is dit. Super goed voor je haar. Dit had ik in mijn haar gedaan, dat ik toen de middag laten zitten. Nu heb ik lekker mijn haar gewassen. Ik heb het bed opgemaakt, je zou het niet zeggen. Maar ik heb zeg maar alle was ook afgehaald, maar ik moet nog even opvouwen. Ik heb de was opgehangen. En nu moet ik nog het laatste beetje afwas doen. Ik heb dit allemaal gedaan. En dan moet ik dat nog eventjes doen. En dan maak ik de laatste dingetjes schoon en dan mag Stefan vanavond koken. Trouwens, dit stond net open op tafel. Dit zijn de snoepjes en dat zat ze net gewoon uitgebreid te eten alsof het niks is. Hè? Ja. Ik heb dus het idee dat jouw dingetje echt wel af mag hoor, schatje. Ja, zou ik me zeggen af doen? We moeten gewoon controleren dat het niet, als ze aan die wond gaat likken, niet te veel gaat bloeden of irritatie. Geef het koosje. Kom eens. Ga toch even je rompetje afdoen. Zo ja. Oh, ja. Kijk. Daar zit die hond nu. Ik ga er even naar kijken. Au. Hé. Hey. Kom eens hier. Kom eens hier. Nou schatje, volgens mij mag die gewoon lekker af hoor. Ja, gaan we met mijn haar spelen. Leuk. Gewoon chillen, bellen. Ik durf het toch niet aan, jongens. Naaltje, je gaat even het rompje aan. Nee. Erin. Je kat aankleden. Elke keer als ze er gewoon aan gaat likken, dan wordt het weer een beetje rood. En dan weet ik gewoon niet zeker of het wel goed is. Maar ik moet gewoon accepteren dat ik nog even, in ieder geval 1 dag moet wachten. Ik ga nu wel eventjes de tafel staan, denk ik. Het is al 5 uur, maar ik had vandaag een stage, dus ik kon niet vloggen. Dat lijkt me wel logisch. Maar ik heb wel even een verhaal. Wacht, ik heb een warm. Ik zag dat het hier echt bloed heeft.
Oké, ik heb dus, ik had stage vandaag in Nunspeet en dan moet ik met de trein altijd. Dus ik ging naar de trein fietsen, maar daar merkte ik al dat dat echt bijna niet mogelijk was. En toen wilde ik dus naar de trein lopen, toen mijn fiets had weggezet bij het station. Dan moet je altijd een trap naar beneden. Oh ja, daar pak je ze nu af en het gaat gewoon goed trouwens. Dus dat is super fijn, hè? Maar dan moet je dus een trap naar beneden en dan weer een trap omhoog. En bij die trap naar beneden was niet sneeuw weggehaald. En ik had niet gezien dat er een trap was waar dat wel zo was. Dus ik nam gewoon die trap. Ik dacht, ja, dit hebben meer mensen gedaan blijkbaar. Dit moet ik maar gewoon doen. En het was nog best wel in de ochtend, zeg maar. Dus ik ging die trap naar beneden. En dat ging al best wel moeilijk. En het was zo'n trap met zo en dan plateau en dan weer naar beneden. En ik hield me zo hard vast aan die leuning. En toen was ik op dat plateau en toen dacht ik, ja, dit is echt niet chill, want ik ga gewoon vallen. Dat andere stuk naar beneden was nog erger. En ik merkte gewoon, ik hield me zo hard, leuning was echt heel dik, was echt steen. En ik hield me zo hard vast, maar ik merkte gewoon, als ik nu zeg maar bleef staan, dan zou ik echt keihard gaan vallen. Dus wat ik dus deed, was een soort, ik ging letterlijk zo die trap af. Nou, je had me moeten zien. Echt, en ik zag mensen kijken en niemand hielp me. En ik heb wel even een foto hoe toen ik terugkwam, hoe die trap er dus toen uitzag. Want nu is de andere helft is nu helemaal weggehaald van sneeuw. Dus toen was ik te laat op mijn stage. En toen dacht ik echt, kutzooi. Mijn tweede keer dat ik langs kom op stage, weet je wel. Maar gelukkig zei hij dat het geen probleem was. Nu ben ik lekker thuis. Stefan komt ook zo thuis. Ik ben iets eerder dan 5 uur. Of ik ben 4:30 ongeveer weggegaan bij stage. Stefan komt ook lekker thuis zo. En dan hebben we weer heerlijk avondeten. Ik vind het zo leuk dat Nala me weer achterna rent. Het is echt gezellig. Goedemorgen, 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 sunshine. Ik ga een ontbijt maken. Ik heb al koffie gedronken met Stef en Temptation al gekeken. Ik had alleen nog geen zin om te ontbijten. Dus dat ga ik nu lekker doen. Ik weet alleen niet met wat. Ik heb gewoon nergens echt zin in. Ik weet echt niet. Oeh, die druiven en de kokos zijn niet meer goed. Ik denk dat ik een tosti ga maken. Want ik heb verder echt geen idee eens anders. Met Nala gaat het nu super goed. Het wordt ook echt groot, man. Kom eens. Mag ik je even laten zien? Oh, daar valt een laptop. Kijk. Ja, oké, ze is nog wel steeds nog wel klein. Ik moet vandaag de kattenbak schoonmaken. En ik moet weer aan mijn stage natuurlijk. En ik wil ook even eigenlijk wat kleding gaan verkopen. En mijn kleding wil ik uiteraard op Vinted zetten. Want dat is altijd wel makkelijk. Sommigen doen ook wel eens zo'n closet sale, maar ik vind het ingewikkeld. Ik heb er gewoon iets van zin in. Hey, nu gaan we er even vanaf. Het wordt heet, schatje. Het was gisteren wel echt leuk op stage, maar ik vind het wel pittig om zeg maar thuis aan je stage te zitten. Dan kan je gewoon helemaal zelf bepalen wat je doet en hoe je het doet en of je dat liggend op de bank doet, weet ik veel wat. Is ook niet goed voor je hoor, liggend op de bank aan je school. Maar nu zat ik echt weer zo van, oh ja, ik moet wel soort van, je zit wel met meerdere mensen, je moet wel gewoon een beetje normaal doen. Maar daardoor heb ik wel echt heel veel afgekregen. Dus dat was wel echt heel goed. Ik heb deze week waarschijnlijk geen personal training, omdat ik kon aan het begin van de week er niet heen. In verband met de snow. En ja, nu zit hij natuurlijk vol, want we wisten niet zo goed wat er ging gebeuren. By the way, weten jullie al waar jullie op gaan stemmen? Maar ik ben benieuwd naar. Volgens mij staat er vanaf van gisteren volgens mij een stemwijzer online. Weet ik even niet helemaal zeker. Het is wel even goed om te checken natuurlijk. En check ook even goed. Kijk, sowieso ga stemmen. Maar check ook even goed op wat je stemt. Want er zijn gewoon stemwijzers. En er is ook een hele leuke Instagram. Dat heet Partijen in Post ofzo. En die posten allemaal standpunten van verschillende partijen. Waardoor het gewoon heel best wel makkelijk maakt. Zonder dat je er heel veel moeite voor hoeft te doen. Om te zien hoe partijen over dingen denken. En wat hun standpunten zijn dit jaar. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat je een beetje weet waarop je stemt.
Tenminste, ik vind het heel belangrijk, want je hebt bijvoorbeeld 3 christelijke partijen. Je hebt SGP, ChristenUnie en CDA. Stel je bent christelijk en je denkt, ik ga gewoon op een christelijke partij stemmen. Die 3 liggen nog zo ver uit elkaar. Hetzelfde met bijvoorbeeld links, of je wilt voor milieu stemmen, dan is ook wel een verschil op welke partij je stemt. Dan is GroenLinks niet bijvoorbeeld de enige partij die voor natuur is, zeg maar, of voor natuur, voor het milieu. Of misschien ben je een jongere die het heel zwaar heeft. Check dan even welke partij opkomt voor de jongeren in deze coronacrisis. Zulke dingen zijn best wel belangrijk, denk ik. Maar het is sowieso belangrijk als je 18 bent om te stemmen. Om je stem te laten horen en ja. Het klinkt altijd heel saai. Maar ik zeg altijd, als je niet stemt, mag je niet zeuren. Nou, heerlijk koffietje en een tosti. Ik ga even lekker ontbijten. Oké, ik ga nog niet douchen. Ik ga mijn kleding online gooien, denk ik. Ik hoop dat het allemaal lukt. Ik heb even, Stefie had heel schattig al mijn kleding opgevouwen en in een doos gedaan. Dit, wat hierin zit, mag allemaal weg. En het is echt meer dan je denkt. Oké, hoi. Ik dacht eigenlijk, ik ga deze vlog niet eens meer afmaken. Want hij is zo poep dat ik hem niet online wilde gooien. Toen dacht ik, nee, je hebt nog vrijdag, zaterdag, zondag. Wat je gewoon nog kan vloggen. Misschien wordt het wel leuk. Ik ga het gewoon proberen. Ik wil jullie wat laten zien. En ik moet mijn camera opladen. Maar ik heb gisteren schaatsen gekocht. Via Marktplaats. Villa's. Voor 60 euro. Nou, echt helemaal blij mee. Als kind zo blij. Ik hoop dat we vandaag kunnen schaatsen. En anders, nee, het is niet zonde. Want ik had nog geen schaatsen. Dus wat ik nu ga doen is een beetje mijn gezicht normaal doen. Dat je niet al je buisjes ziet. Dan ga ik wandelen, want ik heb nog geen 5000 stappen genomen. En ondertussen zet ik jullie even aan de lader. Ja? Oké, dank u wel. Kijk nou waar mijn Stefan thuis kwam. Dat is toch super lief. Alvast voor Valentijnsdag. Kijk eens hoe mooi. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En als het nog niet genoeg was, heb ik eens een mooie bos bloemen gekregen. Maar ik heb ook een hele mooie theepot nog gekregen. Look how pretty. Helemaal met bamboe. En als je hem open doet, daar zit zo'n filtertje in. Wat ik super fijn vind, want ik heb heel veel losse thee. En nu hebben we ook nog eens een super lekker ontbijtje met bagels. Super lief. Heerlijk, mijn pakketje eindelijk binnen. En dat duurde en dat duurde en dat duurde. Nee, oké, dat was geen vertraging, maar ik was gewoon boos. Want ik had er een hele dag op gewacht. En toen had het vertraging. Dus wat ik heb besteld. Allemaal producten van The Ordinary. Hyaluronzuur heb ik. Ik heb deze, die is best wel bekend van TikTok. En ik had me soort van ingeschreven op dat. Oh, het is echt heel koud. Op dat, dat ik een berichtje wilde hebben als het weer binnen was. Of weer op voorraad. En dat kreeg ik. Toen heb ik het gelijk besteld. En een vriendinnetje van mij wilde het ook bestellen. En toen was het alweer uitverkocht. Ik heb het bij Douglas besteld. Dus ja, als je het ook wil bestellen, moet je even zo zijn e-mail achterlaten. Dat kan weg. Nou, ik heb dus een niacinamide of zo. Niacinamide. AH30 plus BHA 2% peeling solution en hyaluronic acid. Nou, ik ben helemaal benieuwd.
Zoals je hebt kunnen zien hebben wij heerlijk geschaatst. Stefanie had gelukkig eventjes wat beelden gemaakt. En we zijn nu weer lekker thuis. Helemaal lekker opwarmen. En dit hebben we nu. Een lekker plankje en uit de nieuwe theepot een Thais theetje. Heerlijk! Ik zag dus op TikTok dat je hoe je een sugar wax moest maken. En dat ga ik even doen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Het lijkt me fucking chill om alles te waxen. En ik heb zeg maar ooit gelezerd. Oh, vol mijn handen in de pindakaas. Ik heb ooit mijn benen laten lezen en nog meer. Alleen, dat is niet helemaal heeft het gewerkt. Ik ben echt een van de weinigen waarbij het niet helemaal goed heeft uitgepakt. Dus ik heb nu wel minder haartjes, maar het is niet weg. Het zijn ook niet hele harde haartjes meer, dus ik denk dat dat wel perfect is om te waxen. Even kijken. Een pennetje. Waar ligt onze suiker? Links bovenin helemaal. Is dat alles? Alle suiker wat we hebben? Dat weet ik niet. Ga je alle suiker opmaken? Weet ik niet. Gewoon een beetje bevuilen. Ja, en anders gaan we morgen pakken. Oh, ja. Morgen. Wat is dat? Oh. Oké. Ik doe een halve cup suiker. Dit werd mijn lengte, toch? Ja. Het is nu dit en ik weet nog niet zo goed of ik het... Oh ja, wow. Oh, dit is wel cool. Oh, het. Nog wel een beetje wat meer. Het. Ja, het is niet echt gelukt. De wax werd niet echt een wax. Dus ik heb het nu even opgeruimd. Echt een rotklus om op te ruimen. Het plakt allemaal. Maar het is nu alweer aardig weg. En eigenlijk wil ik nu mijn nieuwe masker uitproberen. Mijn hyaluronzuur masker. Maar ik helemaal rozig. Ik heb lekker gedoucht en ik moet even nog mijn mascara een beetje weghalen. Maar ik wilde dus eigenlijk die rode masker van The Ordinary proberen. Maar ik heb gezien dat je het eerst moet uitproberen op je arm en dan 24 uur wachten. En dan weet je pas of het irritaties op je gezicht gaat wekken. Dus dat vind ik wel jammer. Maar ja, op TikTok doet niemand dat. Maar ja, ik kan beter YouTube mensen die er zeg maar, hoe zeg je dat, voor geleerd hebben, vertrouwen dan TikTok denk ik. Dus ik ga gewoon mijn normale producten op mijn gezicht doen. En dan komt dit een andere keer wel. Ik haal eventjes nog met Garnier mijn mascara en zo weg. Oh, wacht. Moet ik wel een timer zetten voor 10 minuten. Mijn gezicht is echt wel een beetje rood van het schaatsen. Kijk, ik heb echt een hele onzuivere huid. Zie je dat? Echt ziek, maar ik hoor meer mensen die normaal niet eens last hebben van buisjes die nu opeens wel last hebben. Oké, ik moet eerst niacinamide. Kan ik dit nou doen? Really, really bad idea. Ik vind het echt ziek. Ik vind het echt kut dat ik dit laat zien. Maar ja. It's real life. Laten we maar zeggen. Lekker rozig. Het gaat wel zo leuk. Echt blij om al die mensen weer zo bij elkaar te zien, weet je wel. Ik vind dat zo chill. We hadden echt de hele tijd geen honger. En we hadden zuurkool eruit gehaald om te eten vanavond. Daar hadden we allebei echt... Wil jij drinken, papa? Daar hadden we allebei echt geen zin in. En opeens om 9:30 of zo kregen wij deze zieke honger en hebben we besloten om iets te bestellen. Oh. Hier naar buiten.
Oh, heb je er gisteren meer gehad? Ja, 3. Oh. Zit niet zo in, hè? Zeg je, hè? Zit niet zo voor je. Waar zit niet zo? Ja, 4. Ik heb er ook 4. Ja. Oh, ik had gisteren een biertje. Ja, maar er zit ook niet zoveel alcohol in. Nee. Maar we hebben lekker kapsalons besteld. Dus die gaan we lekker opeten. We zitten eigenlijk een soort marathon Big Brother te doen. Hey? Ja. Wat is dat dan? Oh, de saus. Suzu. Ik kan makkelijk meteen al. Ja, met de vlog, jongen. Dat is de consequentie die ik aanga. Nou. Nou, wel echt lief dat ze gewoon een kwart tomaat op hebben. Ik heb weinig tomaat. Voor jou helemaal. Dat is het toch niet meer? De laatste beetjes van de avond. En nadat ik dan. Kijk dan. Is er genoeg? Hallo mensen, wij hebben echt de hele dag heerlijk geschaatst. Toch? Ja. En toen gingen we langs mijn ouders en mijn oom en tante waren daar. Ze hebben voor mooi gezegd. Toen had het natuurlijk geen zin om te eten. Om eten te maken bedoel ik. Ja, dus dan moet je McDonald's eten. Hè, poepie? Hè, poepie, poepie, poepie. Poepie, poepie, poepie. Ja, nu gaan we heel hard lang gas van brood. Liefde die ik voel, die was niet altijd zo. Werken doe ik non-stop in mijn hoofd. Niemand gaat het doen en ik ben liever solo.